Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van Dierenpraat TV. Vandaag ben ik opgestaan, ben ik de dieren eten gaan geven in een sneltreinvaart. En daarna kwamen de nieuwe pensionhonden. Ik heb pensionhonden weggebracht naar Jan Tiel. Drie hele grote dobermans. En nu ga ik met Sansi naar de dierenarts, want ze moet weer voor een chemokuur. Sansi heeft kwaadaardige tumoren. Die groeien op haar tong, daar is ze laatst aan geopereerd. En ze heeft een paar keer lichte chemo gehad, maar dat werkt niet. Dus nu gaan we voor zware chemo. En je ziet dat er een stukje uit haar tong is, een hapje. En daar past precies haar tand tussen. Dus, en ze is maar echt mijn allerlieve, ja, gewoon echt mijn allerbeste vriendin. Dus ze moet echt beter worden. We zijn even aan het wegen. Sansi vindt het heel spannend. Goed te zwemmen. Knap hoor. Wat is er voor een spannend, hè? We zijn zo klaar. Het is helemaal te bibberen. Allemaal kusjes van Sansi. Ja. Zo, Sansi heeft haar mijn chemokuur gehad. Ze voelt zich volgens mij best wel oké. We hebben nog best wel veel rondgereden, want ik dacht, oh, laat ik even naar Kooiman gaan, dat is de bouwmarkt, om hout te halen voor kippenverblijf. Want een van de paarden die heeft een kip aangevallen, 4 kippen, waarvan 1 dood, 1 een beetje mank, 1 heel erg mank en eentje soort van invalide, die heeft zijn nek of rug gebroken. En dat heeft Capriccio gedaan in een of andere woedeaanval van hem. Dus nu wil ik dus absoluut niet meer dat die kippen samenkomen met de paarden natuurlijk. Alleen nog op de vlakte, op een groot terrein, maar niet meer in een klein terrein. Dus het ging altijd heel erg goed. Maar Capriccio die vorige week was hier een vrijwilliger. En die dacht hem even op de ouderwetse manier recht te zetten. En die heeft best wel streng tegen hem gedaan. En Capriccio, die kan daar gewoon niet tegen. Er kwamen weer allemaal oude trauma's boven. Dus nu heeft hij al goede aanvallen. Hij heeft Lieve aangevallen. Hij heeft Sterren aangevallen. Dat zijn onze paarden. En Sterren had hij echt, terwijl dat zij vast stond, helemaal in de schoft gebeten. En hij ging helemaal kaart schudden. En toen viel ze helemaal op de grond. Dus toen hebben we haar gelukkig nog kunnen redden. En toen heeft hij dus ook een dag heeft hij die kippen allemaal gepakt. Dus ja, is niet oké. Okay. Dus met Capriccio moet je heel voorzichtig zijn. Zo min mogelijk prikkels. Wat ik nu even ga doen is even een checkronde lopen. Kijken of alle dieren oké okay zijn. En dan neem ik jullie mee. Hier zijn de kippetjes. En dit is dus een van de manke kipjes. Het gaat wel, maar het doet wel een beetje pijn. Ik heb zelf ben ik best wel veel aan het klussen de laatste tijd. Eerst deed ik altijd met een spanbandje dit vast. Maar nu laatst hebben we dit gemaakt. En deze, die vind ik ook wel echt geniaal. Kijk, want dan kan ik deze zo openzetten. En dan kan ik hem ook zo doen. En dan kunnen de kippen er nog in en uit. Maar dan kunnen de paarden en de ezels er niet meer in en uit. En je kan hem dus ook vanaf de andere kant zo dicht doen. Daar is onze Kees. Hier staan Sterren en Lieve. Ik moet zo even hooi gaan geven, zie ik. Altijd als ze naar me staan te kijken, dan denk ik, oh ja, ze moeten hooi. Dan is alles weer op. Terwijl we hadden gisteren 6 pakken hooi bijgevuld. Dus jippie! Hier ben ik gisteravond aan het klussen geweest. Want deze deur die was helemaal krom aan het trekken. Die stond helemaal naar buiten. Dus wat ik dan doe is van die latten erop. En dan begin ik bovenaan. En dan ga ik steeds verder naar laag, omlaag schroeven. Want dan trek je die platen weer recht. En nu ziet het er niet zo mooi uit. Maar als je er gewoon een kleurtje overheen doet, dan zie je er eigenlijk niks meer van. Nou, deze zijn ook allemaal oké. Dit is Mientje. Mientje is via iemand hier gekomen die haar gerescued heeft samen met de zoon. Maar haar zoon was heel ernstig ziek, dus die is ingeslapen. Joegie met het halsbandje, die was voor ons bord vastgebonden. En die kon dus niet net, die hebben we gered. Angie en Bowie zijn van iemand die ze van de straat heeft gered. Wel leuk, want ze reageren dus super goed op hun naam. En zij heeft ze hier tijdelijk in pension in de hoop dat ze een nieuw baasje voor ze vindt. En dat is Happy. En Happy was heel, heel ziek. En die is van iemand die woont in Breda. En dat is toevallig iemand waar ik bij op school heb gezeten.
En zij betaalt alle kosten en ik doe de zorg voor Happy. En dan mag hij 15 augustus naar Nederland. Nou, ik zie dat de paarden dus nog gewoon hooi hebben. Ze hebben het alleen allemaal op de grond gesmeten. Gisteren is ons paard Candilla overleden, echt heel zielig. En toen had ik de graafmachine hier en die moest natuurlijk wachten tot de dierenarts klaar was met het inslapen. Dus heb ik hem hier in een hele grote pool laten graven. Zodat als het gaat regenen, dan komt hier altijd heel veel regen vanuit die kant. Stroomt dat hier naar beneden. En nu is het de bedoeling dat het dan in deze pool allemaal stroomt. En dan hebben de honden de volgende dag lekker water om mee te spelen. En hier zo heb ik dan ook zo'n grote pool. Maar deze is wel echt, echt groot. Nou, daar staan Capriccio en Mona lekker te eten. Capriccio stond 's nachts altijd naast Candilla. En Candilla is natuurlijk gisteren ingeslapen. Dus ik heb nu Mona ernaast gezet. En het is wel leuk, want ze staan nu samen uit de bak te eten. Dus het plekje is ook weer oké. Hier loop ik nu op de plek waar Candilla is begraven. Dus dan is ze toch nog dicht bij ons. Oh, hi! Leeuwtjes! Hi! Hallo, knabbertje. Dit zijn pensioenhondjes. Hier ook. Deze platen hebben tegen blaffen, zodat ze wat minder blaffen en wat minder prikkels krijgen. Ik heb altijd dubbele sloten erop als ik er niet bij ben. Dit is Max. Max is echt super schattig, is ook een pensioenhond. En dit zijn zus en James, dit zijn mijn eigen hondjes. En daar zijn Makker en Cola, dat zijn ook eigen honden. Hier zijn Louis en Moos, dat zijn pensioenhonden. Die hebben een hele overdekte tuin, dus dat is echt super lekker voor ze. Die hebben daar heel veel schaduw. Nou, deze zijn oké. De honden die vanmorgen al aangekomen zijn, die gaan in die lege tuin. Maar die heb ik nu even lekker luxe in de airco liggen. Dus die liggen nu op bed te chillen. En dan kan ik straks even die tuin schoonmaken en dan kunnen ze erin. Hier heb ik Pucky en Jeek. Vriendjes. En Pantera en Lucas, Bonita, Pablo en Shakira. Dat zijn allemaal hondjes die ik van de straat heb gehaald. Dus die hebben dan hier zo hebben ze allemaal van die binnenverblijven. Dat is lekker helemaal overdekt, lekker donker, dus dan kunnen ze goed chillen. En dan hebben ze die uitlooptuintjes. En nu is het dus hoogseizoen, dus dan heb ik even wat moeten schuiven dat ze wat kleiner zitten. Ze hebben nog behoorlijk de ruimte vergeleken met een asiel, is natuurlijk veel groter. Maar voor mijn idee, ik heb ze het liefst gewoon in zo'n hele grote tuin. Maar voor nu moeten ze heel eventjes rustig gaan, 3 weekjes. En dan heb ik weer een beetje geld. Kan ik weer voer en zo kopen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Deze zijn ook allemaal goed. Dan ga ik even door. Alle ezels in de weg. De ezels hebben allemaal dikke bulten op hun lijf. Volgens mij zitten er iets van mieren of zo die ze prikken. Oh ja, deze hebben we van Agadi gekregen. Hele mooie dazenval. Dus ik hoop dat ik daar heel veel dazen mee ga vangen. Hier hebben we King en Sam en de pups. Hallo. En dan gaan we door naar de Fluffy tuin. Even kijken of deze hondjes ook blij zijn. Hoi. Zijn jullie blij? Pip is blij. Apple zie ik ook blij zijn. En deze dame, die is al heel oud, die ligt lekker te pitten. Die lag zo lekker te slapen. Hai, knap ding. Knap ding. Apple, hebben jullie een bakje omgegooid? Ja, deze hondjes eten heel slecht, dus ik geef ze altijd veel koekjes en zo. Ja. Ja, goed zo. Lieve Flutje. Alsjeblieft. Apple. Nou, iedereen is oké, dus alles is weer in orde. Ik ga even een tikkie doen en dan ga ik vanmiddag weer verder. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de video. En tot de volgende!
volgende keer. Doei doei!